Op 4 mei was er om 8 uur 's avonds weer de jaarlijkse dodenherdenking. U ziet nu een impressie. De vertegenwoordiging van de politie zal een bloemstuk leggen. Namens het 4 mei-comité wordt een bloemstuk geplaatst. Het is zo enorm belangrijk om herinneringen vast te leggen en over te leveren. Immers herinneringen vallen vaak ten prooi aan de haast van het dagelijks leven. En juist daarom is het zo zinvol om hier op 4 mei samen te zijn. Een moment van herinnering, maar ook een van bezinning. Een moment om na te denken over nu. Een spannende tijd van opkomend populisme, radicalisme en de roep om sterke leiders. Welke keuzes maken we nu? Vraagteken. De keuze voor verbinding en gelijke kansen voor iedereen. De keuze voor veelkleurigheid als inspiratiebron. De keuze de vrijheid te hebben om elke mening te mogen uiten, welke deze ook is. Vanmiddag mocht ik een aantal Tielse veteranen decoreren. Ze ontvingen deze onderscheiding omdat zij van 1956... tot 1988 als militair werden ingezet voor VN-vredesoperaties. En ook zij hebben elk hun persoonlijk verhaal. Ze hebben de oorlog aan de lijve ondervonden, zij het elders in de wereld. Dames en heren, sinds 1945 leven wij in Nederland, in Tiel, in vrijheid. Maar vrijheid is daarmee geen gegeven, nog een garantie. Het is ook niet iets dat ons overkomt. Het is een keuze. Elke dag, dat leren ons alle verhalen. Vrijheid geef je door.